Nou jongens, de wereld is veranderd. De wereld is niet meer zoals we hem kennen. En over een paar jaar zullen mensen vragen, waar was jij op de dag dat Pokémon Go uitkwam? En de grap is, hij is eigenlijk nog helemaal niet uit. Hij is officieel uit in de Verenigde Staten, in Australië, Nieuw-Zeeland, nog niet in Nederland. Maar je kunt hem via een omweg wel spelen. Marcel heeft dat ook gedaan. Ja, en hoe? Hij heeft je leven veranderd. Nee, maar Pokémon Go is voor jou echt een life changer. Ja. Je denkt nu, we maken een grap, maar het is niet zo. Nee, en weet je wat grappig is? Ik ben niet de enige. Nee. Ik ben niet alleen. Met mij zijn duizenden andere mensen. Ik ben echt op avontuur gegaan, zeg maar. Ja. De komende tijd, of in ieder geval de afgelopen tijd. En ik ben zoveel mensen tegengekomen die aan het spelen waren. Ja. Ik hoor het overal. Iedereen zegt, oh, waar kan ik die vangen? Waar heb je deze gevangen? Snap ik. En fantastisch. Ik zal even heel kort uitleggen wat het is. Pokémon Go speelt zich af in de echte wereld via augmented reality. Oftewel, er worden Pokémon geprojecteerd in de echte wereld en die kun jij vangen. Oftewel, je bent nu voor het eerst echt Ash Ketchum in de echte wereld aan het vangen. Ik heb hier 19 jaar op gewacht. Op dit. Op dus dit. Vanaf het moment dat Pokémon uitkwam, dacht ik van hoe gaaf zal het zijn als dit echt is. En nou is het er eindelijk. Ja. Zo blij. Maar jij bent echt heel veel uren al bezig, hè? Ja. Ik ben nu level 14. Ja? Inmiddels. Is dat hoog? Ja, nou ja, dat wil zeggen dat je in ieder geval wat gelopen hebt. Ja, want je loopt op kilometers. Ja, ik zit nu op 38 kilometer totaal dat ik gelopen heb. Jezus. Sinds het afgelopen weekend eigenlijk. Bizar. Dat is lekker weer. Hey, leg even uit hoe het werkt. Nou, dat ze in je schermpje zitten. Ja, het gaat als volgt inderdaad. Het zit allemaal op GPS, dus je hebt wel GPS en een internetbundel nodig. En een dikke internetbundel? Nou ja, dat valt op zich wel mee. Ik ben 100 MB kwijt. Oké. Okay. Voor veel uur Pokémon. Ja, zeg maar. Je batterij is een grote probleem. Batterij is erg, ja. Ik zou sowieso, denk dat om nou een moment om te investeren in mobiele of in die opladers, is zeg maar echt een goed idee. Het moment is nu, dat Pokémon nodig is. Nu, inderdaad. Ja. Maar nee, je loopt rond inderdaad en dan kom je af en toe Pokémon tegen. Dus allemaal gaat allemaal via GPS. Dus hij volgt hij trekt je beweging, zeg maar. Ja. En aan de hand daarvoor kun je Pokémon vangen, gyms verslaan. Je kan eieren krijgen die je kan uitlopen, als het ware. Super vet. Ja, want er zitten ook landmarks in. Kijk, je hoort het helemaal, hij woont in Eindhoven. Maar we zijn hier geen excuus in Bunnik bij Utrecht. En dat is een heel klein plaatsje nabij Utrecht. Maar ook wij hier in Bunnik hebben landmarks. Ik weet niet wat de Pokémon Company heeft gedaan, hoe groot de deals hebben met bijvoorbeeld Google. Ja, het is echt absurd. Alles staat erop. Ja, we hadden bijvoorbeeld een steen hier in Bunnik. Dat ligt voor het restaurant. Zo'n stoeptegel met een motiefje erop. Met een motiefje. Dat was gewoon een landmark en die stond gewoon in de app. En daar, wat kun je dan op die plekken doen bijvoorbeeld? Nou, dan kun je zeg maar, als je daar, dan zie je die Pokestop, krijg je dan, als je dan aan draait, dan krijg je Pokeballs, revives of soms eieren die je kan uitlopen. Ja. Dus je kan er eigenlijk items halen. Ja, en je hebt ook verschillende lokpunten, hè, dat je lure kan neerleggen. Lure models, dat zijn zeg maar, die krijg je op een gegeven moment. Je moet ze kopen in de winkel, maar aangezien de app nog niet officieel uit is, zou ik er heel even mee wachten. Maar je krijgt dus als je level 9 en 10 bent, volgens mij krijg je een lure model, heet dat dan. En die kun je op zo'n Pokestop zetten. Dan komt er allemaal confetti uit en dan kun je daar het komende half uur, kan iedereen daar meer Pokémon vangen. Dat was wel grappig. Ik was van de week bij mijn ouders, afgelopen weekend. En toen had ik er eentje aangezet bij de kiosk, daar bij de kerk, nadat ik natuurlijk de kerk zelf veroverd had. Ja. Als een Jezus beeld staat en dan zie je dan zo op zijn afbeelding, zie je een kopstam erbij. Ja. Nice. Maar daar kwamen op het begin kwamen er allemaal kinderen op af. Allemaal fietsen en bellen. Ja, ze hebben hier een leurmodel aangezet. We moeten nu naar de Maar dan kunnen ze zelf toch ook? Dat kunnen ze zelf ook, ja, maar die waren nog niet zo hoog level. Ik heb echt veel gespeeld. Dus jij hebt een belangrijkere lure model dan de beginnende spelers? Je krijgt zeg maar die lure models pas op hoger level. Oh, dus ja, precies. Hadden nog niet. Ja, die wil natuurlijk snel Pokémon vangen. Nou, inmiddels heeft de Nederlandse politie ook al van zich laten horen. Want je kunt de game overal in de wereld spelen. In Amerika zijn ongelukken gebeurd. En serieus waarschuwingen van de politie. Ga niet naar een politiebureau om daar Pokémon te vangen. Maar dat is wel een beetje, dat is wel het nadeel van het hele verhaal, toch? Ja, ook dat in Amerika heb je ook wel iets slechter. Ik zag hier als Nederland, zeg maar, dan gaat er iets harder aan toe met qua gangs en qua battles. Qua gangs en qua battles ook. Dat er gewoon de... Ja, dat is letterlijk Team Rocket, zeg maar, bestaat er letterlijk. De nomads die willen winnen van. Ik had vanochtend toevallig een artikel gelezen dat ze expres zo'n module aanzetten bij een gym. Ja. Of bij een Pokestop om vervolgens mensen die erop afkwamen zijn Pokémon te stelen. Oh. Of zijn Pokémon, zijn mobiel, sorry. Ja, dat is echt zielig. Dus, maar goed, dat is wel het ding. Ik bedoel, een Pokémon kan ook op het spoor zitten. Ja, wij zaten toch, toen wij in Bunnik zaten, we zagen Zupet aangereden worden. Die zat gewoon midden op de weg. Die zat midden op de weg. Ja, gaat dat echt problemen veroorzaken? Nou ja, de game is nog niet eens uit en nu al spelen veel mensen dit. Het is echt absurd hoeveel mensen het spelen. Ja. Echt absurd. Maar ja, het is, ik weet niet of het voor problemen gaat zorgen. Ik denk dat wij nog steeds wel redelijk goed kunnen opletten als wij ergens lopen. Oké. Okay. Nou, er zijn 140 Pokémon in het begin te vangen. Ja, zoiets. 143, 141. En hoe doe je progressie? Want bijvoorbeeld, je hebt ook natuurlijk Pokémon die kun je evolueren natuurlijk. Sommige kun je niet vangen, die kunnen alleen maar evolueren. Ja, nou ja, dat gaat het als volgt, zeg maar. Je vindt heel veel Pidgeys.
echt heel veel. Ja. Verdomde duif ook overal. Rat in de lucht. Ja, rat in de lucht. Ja. Ratten met vleugels. Die kun je vangen, dan krijg je 3 Pidgey candies. En vervolgens kun je met die candies, bijvoorbeeld voor de eerste evolutie naar een Pidgeot, heb je er 15 nodig. En voor Pidgeot krijgen heb je er 50 nodig. Ja. Dus dan heb je 65 nodig in totaal. Nou ja, die Pidgeys vangen, krijg je iedere keer 3 candies. En vervolgens, als je dus de slechte, die kun je transferen naar de professor. Staat een knopje bij, transfer, daar druk je op en dan krijg je weer een candy. Dus eigenlijk moet je zo een beetje... Oké, want er wordt niet gevochten in het spel. Je bent echt alleen maar aan het vechten. Je bent wel aan het vechten in de Pokégyms. Oké, okay, is dat leuk? Ja, want je hebt 3 teams. Team geel, team blauw, het beste team. En team rood. Ja. Ik stok bij 1 van die teams. Ik zal niet zeggen welke, want anders dan krijg je meteen weer... dat mensen voor blauw willen gaan of zo, terwijl het misschien blauw is. Ja, het is blauw. Zit je in blauw? Ja, oké. Okay. Cool. Maar dan kun je zich meteen elkaar knokken. En degene met de meeste punten uiteindelijk, die, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat, aangezien de app niet officieel uit is. Alleen uiteindelijk is iemand de winnaar van de maand, denk ik dan. Team rood, team blauw of team geel, met de meeste gym, de meeste battles en de meeste punten. Nice. Dus je moet jouw team kiezen en dan moet je gaan strijden. Maar om, is dat battle echt zoals het in de 3DS-versie het is? Het is iets... Nee, je kan niet een move kiezen en dan gewoon gaan. Het is letterlijk drukken voor een normale aanval. En als je normaal aanvalt, zie je boven balkjes opladen. En als je dan... het verschilt per aanval. De Hyper Beam is bijvoorbeeld een hele dikke balk. Maar je hebt een Quick Attack. Die zijn 4 korte balkjes naast elkaar. Als er eentje vol is, dan hou je vinger langer op de Pokémon gedrukt. Dan laat je hem los en doet hij een speciale aanval. Oké. Okay. Nou, dat klinkt allemaal heel leuk. Ja. Het verdienmodel van de game is natuurlijk dat je uiteindelijk straks Pokémon ballen via mini-transacties kan kopen. Ja. Ja, nou goed. Dat is allemaal... Dat kennen we inmiddels wel. Eigenlijk heel vervelend, maar vooral voor de mensen in de stad is het niet nodig. Nee. Mijn bag is altijd vol. Ik slaap letterlijk naast een Pokéstop. Ja, ik kan gewoon om de 5 minuten kan ik dus als je in Bunnik woont of in Lutjebroek... Ja, dan heb je echt een probleem. Dan heb je een groter probleem. Ja. Oké. Het is een review. Het is een life changer voor jou, zei je. Het is echt niet, maar dit is echt niet alleen voor mij. Het is echt absurd. Het Nintendo-aandeel is met 10% gestegen, zeg maar, sinds de app uit is. De servers liggen bijna continu plat, omdat iedereen aan het spelen is. Het is echt... En er moet een officiële Europese release nog komen. Ja, die moet nog komen, ja. Ja. Oh. Oké, okay. Nou ja, je bent enthousiast. Heel erg enthousiast. Check Games het ook, want we hebben nog wel meer video's rondom Pokémon Go. En wij gaan dit gewoon nog verder spelen en wachten op de officiële release van de game. Daarover gezegd nog, ik heb met vrienden in Amerika contact gehad. Ik zei van, hoe is dat bij jullie gegaan? Want die had ook de APK of met de iPhone de andere Australische versie gedownload. En die zei dat hun Pokémon gewoon 1-op-1 getransferd waren. Die zaten gewoon vast aan een account. Dus als er op een gegeven moment een release komt... Hopelijk ben je dan niks kwijt. Oké, nou daar hopen we op. Ja. En voor mij is het nu wachten op een Pokémon Skyrim game. Want dat is waar ik al op wacht sinds de eerste Pokémon. Pokémon Skyrim game, hoe zie je dat dan voor je? Gewoon een echte open wereld, zodat je echt zeg maar, in de game in een open wereld zit. Oh, zo. Kijk, ik vind het niet, zo realistisch dat ik hier in mijn kantoor een Pokémon heb lopen. Ik wil dat wel gewoon in Johto doen. Of kan je wel in mijn Rattata steken? Dus Rattata zie je, Hé, hey, wat ook een Squirtle. Oh ja, ja, dus je begint Pokémon. Ja, dat is waar. Trouwens, leuke Easter egg. Het schijnt dat als je begint Pokémon, kon je kiezen. Charmander, Squirtle of Bulbasaur. Als je 40 minuten niks doet, net zoals Ash in de eerste aflevering, dan kom je Pikachu tegen. En dat is dat je starter? Dat is dat je starter, ja. Zeg maar, want net zoals Ash is ook te laat bij zijn eerste Pokémon. Dus als jij die laat lopen en je bent te laat, dan kun je alleen Pikachu nog maar krijgen. Maar dat wil je toch juist? Ja, daarom, maar dat wist ik niet. Nee, leuk dat je het einde van de video hebt gekeken, want dan weet je dit dus. Ja. Vet. Heb je verdiend. Ja, nice. En alle informatie over Pokémon Go kun je natuurlijk vinden op gamersnet.nl. Dankjewel Marcel. Check it out. Yo!